Goedemorgen allemaal, welkom bij een nieuwe weekvlog. Het is maandag en het is eerlijk gezegd niet eens meer ochtend, het is al middag. Ik ben vandaag vrijdag omdat het is tweede Pinksterdag, oftewel nationale feestdag. Dus ik ben vrij vandaag. Er is lekker opgeruimd hier, van alles en nog wat. Mijn ouders die zijn weg, die zijn naar vrienden toe, samen met Rio. En ik ga lekker naar beneden en ik ga lekker film kijken. Ik heb echt serieus vandaag een super luie dag. Ik heb vanmorgen wat huiswerk gemaakt. En ik hou nu gewoon echt mijn gemak. Ik heb vanmorgen gedoucht. Ik heb mijn haar normaal laten drogen. En that's it. Serieus, ik heb zo'n chille dag vandaag. Oké. De filmkappen is afgelopen. En oh my god. Het was zo'n mooie film. Ik heb gewoon weer tranen in mijn ogen van die film. Het was een mooie film. Het was emotioneel. Het was meeslepend. Het was heftig. Ik kan me niet voorstellen dat ik nu huil om een tienerfilm, tienerserie. Wauw. Ik ben van padje. Mijn god, het was zo ontzettend goed gespeeld. De rol die Tonko vertolkte als Sander, het was zo goed gespeeld en zo heftig. Ja, en Sander, de rol die Tonko vertolkt. Ik zal hier proberen even een foto van Tonko in beeld te laten komen. Hij was degene die normaal bleef, die niet meeging in het spelletje en... Dat was gewoon ontzettend goed om te zien. Ontzettend mooi om te zien. Ja. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag woensdag. En ik ben wakker. Ik heb gisteren niks gevlogd. Ik ben gisteren naar school gegaan. Ik ben vervolgens thuis gekomen van een hele lange schooldag. Ik ben vervolgens nog even gaan eten. Ik had dan ook mijn oma langsgebracht. En toen ben ik mijn bed heen gegaan. Ik heb serieus gisteren niks gedaan. Echt niks. Dan alleen maar op school gezeten. Ik was echt kapot. Ja, ik ben alles even netjes aan het klaarmaken. Als ik dat heb gedaan, dan ga ik waarschijnlijk nog een paar huiswerkopdrachtjes doen. En de rest van de dag, denk ik, mijn gemak houden. En ja, we zien wel hoe het gaat lopen vandaag. Goedemorgen allemaal, welkom bij een nieuwe dag. Het is donderdag. Ik heb gisteren, zoals ik inderdaad al dacht... heel veel huiswerk gemaakt, heel veel mijn gemak gehouden. Die avondvierdaagse is gisteren ook niet doorgegaan. Ik hoop vandaag en morgen wel. Maar alsnog heeft dat geen zin meer. Want ik red het nu niet meer om in 10 uur die opdracht uit te voeren. Dus het is allemaal heel kort dag. Ik baal er heel erg van. Aan de ene kant denk ik me eigenlijk van, kan je me niet een beetje speling geven? Want ik vraag hier niet om dat ik niet kon lopen vorige week. En dat ik nu ook weer niet kan lopen. Ja, en aan de andere kant denk ik, maar geef me dan gewoon een dagactiviteit in een oude centrum of zo. Waarin ik kan begeleiden en weet ik het wat. Dus ja, ik ga lekker naar school en ik zie jullie vanmiddag. Goed, ik ben thuis. Van school, maar ook van de avondvierdaagse. Ik heb tot verbazing die avondvierdaagse gelopen vandaag. Dat is heel erg leuk om te doen, absoluut. Dat is heel erg leuk, dat is heel erg mooi om die mensen zo vrolijk te zien. Dus ja, in ieder geval, ik ga slapen. Ik ben heel erg moe. Mijn bedje is al lekker open. Ik ga lekker slapen. En ik zie jullie morgenochtend. Ik ben kapot. Echt kapot. Overbelicht, jeetje. Goedemorgen, het is vrijdag vandaag en het is dag na de avondvierdaagse. Mijn eerste. Oh, jak, ik heb gewoon de fucking de hik, alles. Het is de dag na de avondvierdaagse. En hoe is het gegaan? Ja, het is natuurlijk wel goed gegaan, dat heb ik gisteren al verteld. Hoe is het nu? Niet zo goed. Ik heb heel veel pijn. Ik heb de hele nacht wakker gelegen.
Van de pijn. Ik kon niet slapen vannacht. Continu wakker en onrustig. En vanmorgen werd ik om 4:45 wakker. Heel onrustig. En ik kon maar niet stil liggen. En ik had overal pijn. En mijn been deed heel erg pijn. Dus ik zit ook weer aan de diclofenac. Ik ben ermee gestopt. Omdat ik er heel erg moe van werd. Maar het is ook natuurlijk pijnbestrijdend. En ik dacht, ik doe het nu liever wel. Dus dat heb ik gedaan. Pijn is nu ietsje minder. Hoofdpijn is in ieder geval wel weg. Beenpijn zit er nog wel steeds een beetje. Ik ben weer thuis. Eindelijk. Het is weekend. Bijna. Ik ben inmiddels thuis. Ik heb behoorlijk wat huiswerk meegekregen. Wat ik overigens natuurlijk dit weekend wel ga doen. Ik ga nu de week vroeg editen. Dus dat betekent dat ik deze ga afsluiten en morgen nieuw ga beginnen. Ik heb overigens ook mijn nagels gedaan. Mocht je de blauwe link niet meer zien. Ja, dit was de weekvlog voor deze week. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Het was een hele drukke, rare, moeilijke, verwarrende week. Ik hoop dat ik er wel wat leuke dingen van heb kunnen maken in de vlog. Dus ik ga het nu editen. En dan zullen jullie er natuurlijk al aan het einde zijn als jullie dit kijken. Maar ik moet hier nog aan beginnen. Dus ik wil zeggen, bedankt voor het kijken. Doe deze video een blij duimpje omhoog. Zeker weten doen. Aan die kant abonneer je op mijn kanaal. En aan die kant kijk je mijn vorige video terug. En dan zie ik jullie heel erg snel weer. Ja, dat is alles wat ik kan zeggen. Doeg!